Fenne kan door haar cerebrale parese niet lopen. Om haar benen te trainen is een sporthulpmiddel nodig. Uniek Sporten helpt Fenne met een eigen framerunner. Ik ben Fenne, ik ben 14 jaar. Fenne is een heel vrolijk meisje. Die zit denk ik vanaf haar tweede al in een rolstoel, in een handbewogen rolstoel. Ze heeft cerebrale parese, CP. Ze gaat met de handbike naar school en sport daarnaast graag. Ze heeft een tijdje rolstoelhockey gedaan. Heeft vorig jaar een operatie gehad aan haar knieën en een zware infectie aan overgehouden. En dat heeft er weer dus voor gezorgd dat haar, nou ja, haar benen een beetje ontregeld zijn. Het frame runnen, daar zijn we uiteindelijk op gekomen omdat belangrijk was dat ze de benen ging strekken. Die frame runs zijn ontzettend duur, dus het is gewoon niet te betalen. De gemeente die zei direct nee, daar kon je eigenlijk ook het gesprek verder niet mee aangaan, omdat we al een voorziening hebben. Nou, ik ben dus direct bij Uniek Sporten, bij Fonds Gehandicapten Sport terechtgekomen. En dat ging dan via de trainer, zij attendeerde mij daarop. De framerunner geeft gewoon heel veel bewegingsvrijheid. En een rolstoel is toch altijd je zit en een framerunner sta je, dus dat geeft al een ander aspect van hoe je de wereld ziet. En een framerunner geeft gewoon heel veel onafhankelijkheid. Nooit ergens hebben ze lid kunnen worden van een sportvereniging, maar door de framerunner wel. En dat vergroot gewoon hun participatie. Zonder Uniek Sporten was het niet gelukt.